Deze video gaat over de cognitieve loadtheorie van John Sweller. Na het kijken van deze video heb je een beeld over hoe cognitieve belasting het leren van jouw leerlingen in de weg zit of juist helpt. Ook weet je welke cognitieve belasting gewenst is en hoe je ongewenste belasting bij je leerlingen kunt verkleinen, zodat ze meer leren. Een belangrijk kenmerk van de huidige tijd is het hoge levenstempo. Technologie heeft de communicatiesnelheid verhoogd met een grote in- en output van informatie tot gevolg. Ook scholen hebben zich aangepast aan deze hoge output door curricula te creëren die sterk op informatie zijn gebaseerd. Hierdoor hebben leerlingen dagelijks veel informatie te verwerken. Deze snelheid waarmee leerlingen informatie opnemen is echter niet altijd ideaal. In deze video zal ik eerst bespreken wat cognitieve belasting of cognitief load is en waarom dit relevante kennis is voor leraren. Vervolgens zal ik toelichten hoe leraren de cognitieve loadtheorie kunnen gebruiken in hun eigen klaslokaal en gebruik kunnen maken van de cognitieve multimedia theorie van Mayer. Deze theorie is geschikt om cognitief load bij leerlingen te verminderen. Als eerste de cognitieve loadtheorie. De theorie gaat uit van cognitieve functies die leren mogelijk maken, waarbij wordt gekeken naar kenmerken van het werkgeheugen en langetermijngeheugen. Hieruit komen handvaten voor hoe leraren in hun onderwijspraktijk het beste rekening kunnen houden met deze factoren. Als er gesproken wordt over cognitieve belasting, dan wordt er daarmee de totale hoeveelheid inspanning die het werkgeheugen levert bedoeld. Het werkgeheugen is een soort geheugenbuffer voor informatie die we gebruiken voor de taak die voor ons ligt. Een voorbeeld is het spelen van een spelletje. Tijdens het spelen probeer je alle mogelijke zetten van je tegenstander te bedenken. Je vergeet tijdens het bedenken van nieuwe mogelijkheden ook eerder bedachte mogelijkheden, omdat je werkgeheugen simpelweg vol zit. Je maakt dus steeds keuzes over wat er in je werkgeheugen zit. Deze keuzes worden gemaakt op basis van je focus. Voor de precieze uitleg over de werking van het geheugen heb ik een aparte video gemaakt. Belangrijk voor deze video is dat het werkgeheugen beperkt is. Wanneer leerlingen aan het leren zijn, kan het werkgeheugen overbelast raken door de cognitieve belasting. Hierdoor vermindert de hoeveelheid informatie die naar het lange termijn geheugen kan worden overgebracht. Anders gezegd, er wordt minder geleerd. Als leraar is het daarom zaak ervoor te zorgen dat het werkgeheugen van je leerlingen niet wordt overbelast. Je kunt hiervoor gebruik maken van kennis over hoe informatie opgenomen wordt bij het leren. Tijdens het leren gebruiken we voornamelijk onze ogen en oren, of zoals Pavio het noemt, het visuele kanaal en het auditieve kanaal. Door beide kanalen te benutten, verminder je de cognitieve belasting. Kijk voor de uitleg over hoe dit werkt de video over de dual coding theorie van Pavio. Wanneer je aan het leren bent, heb je door het leren altijd wat cognitieve belasting. Dit is zelfs de bedoeling, want zonder cognitieve belasting leer je niet. De theorie onderscheidt drie soorten cognitieve belasting. Intrinsic load, germane load en extraneous load. Ik behandel ze één voor één. Als eerste intrinsic load. Sommige vakken zijn misschien moeilijker dan andere. Mayer noemt deze ingebouwde moeilijkheidsgraad in een taak intrinsic load. Hoewel de moeilijkheid waarop je leerlingen een taak moeten beheersen vaak vast ligt, kunnen leraren intrinsic load van een taak voor leerlingen verkleinen door sequencing toe te passen. Bij sequencing presenteer je delen van het concept in een reeks. Hierdoor verminder je de intrinsic load voor het geheel. Een andere manier om de intrinsic load te verlagen is chunking. Bij chunking deel je de stof op in kleinere stukjes, genaamd chunks. Hierbij is het belangrijk dat de chunks op zichzelf nog wel betekenisvol zijn en dat de betekenisvolle verbinding tussen de chunks niet verloren gaan. Als tweede, germane load. Als je iets voor het eerst ziet of moet begrijpen, kost dit extra moeite doordat de nieuwe informatie geïntegreerd moet worden met een bestaand schema of er moet een nieuw schema gemaakt worden. Bekijk voor meer informatie over deze schema's de video over assimilatie en accommodatie. Germane load wil je als docent eigenlijk niet verkleinen. Het gaat hier namelijk om de cognitieve capaciteit die besteed wordt aan het leren zelf. Hoe groter de capaciteit is die besteed wordt aan germane load, hoe beter. Echter geldt ook voor germane load dat wanneer deze te groot is, dit het leerproces in de weg zit. Als leraar richt je je dus op het vergroten van de germane load tot de maximale capaciteit van het werkgeheugen bereid is. Strategieën om de germane load te vergroten zijn reflectie door leerlingen te laten reflecteren op onderwerpen verbinden zij de nieuwe inhoud met eigen ervaringen. Dit kan helpen bij het creëren van complexere schema's. Interleaving door leerlingen vergelijkbare concepten en termen te laten zien kan je helpen bij het discrimineren van foutieve denkschema's. Kijk voor meer informatie ook de video over interleaving. En voordoen. Door goede stappen en werkwijzen uit te leggen aan je leerlingen zonder de goede uitkomsten te delen, help je leerlingen bij het maken van hun eigen schema's. Deze strategie werkt met name goed bij beginners. En als laatste, extraneous load. Dit is het deel van het geheugen dat bezet is met processen die niet gerelateerd zijn aan het leren. Denk bijvoorbeeld aan een WhatsAppje dat binnenkomt, de herrie van een verbouwing in de school of een andere klas die je buiten kunt zien lopen omdat ze net naar het sportveld gaan. Extraneous load
is dan ook niet goed voor het leren. Als docent moet je deze zoveel mogelijk zien te verkleinen. Niet alle lood is hetzelfde en als docent wil je voorkomen dat er te veel lood is. Zogenaamde overload zorgt ervoor dat informatie slechter opgeslagen wordt in het lange termijn geheugen. Over het algemeen kun je stellen dat hoe meer aandacht er richting germane load en intrinsic load gaat, hoe beter. Mits dit geen overload veroorzaakt. Extraneous load is eigenlijk nooit wenselijk en kun je beter zo klein mogelijk houden tijdens het leren. Richard Mayer heeft in zijn cognitieve multimedia theorie een aantal technieken ontwikkeld om de cognitieve belasting, de cognitieve load, te verminderen. En informatie zo weer te geven dat die gemakkelijk te begrijpen en toe te passen is. De technieken van Mayer zijn samenhang, signalering, redundancy, ruimtelijke contiguïteit en temporele contiguïteit. Door deze technieken als leraar toe te passen in presentaties, in de digitale leeromgeving en in gedrukt materiaal, kun je de cognitieve belasting van je leerlingen verminderen en de leerwinst verhogen. Bekijk voor meer informatie over de technieken en hoe je dit in jouw onderwijspraktijk kunt toepassen de video over de cognitieve multimedia theorie. Vond je de video behulpzaam? Klik dan op de subscribe button. Zo help je mijn kanaal verder en kan ik meer van deze video's maken. De cognitieve load theorie is een theorie die uitgaat van de cognitieve functies die leren mogelijk maken. Als er gesproken wordt over cognitieve belasting, dan wordt er daarmee de totale hoeveelheid inspanning die het werkgeheugen levert bedoeld. De theorie onderscheidt drie cognitieve belastingen. Intrinsic load, dit is de belasting die voortkomt uit de moeilijkheidsgraad van een taak. Deze belasting is onvermijdelijk, maar wel beïnvloedbaar door de docent. Germane load, dit is de belasting die voorkomt uit het aanpassen en creëren van denkschema's, ofwel het leren zelf. Deze belasting is zeer wenselijk, het gaat immers over het leren zelf. En als laatste, extraneous load. Dit is de belasting die niet gerelateerd is aan het leren. Deze belasting is niet wenselijk voor leren. Het is jouw taak als leraar deze belasting zoveel mogelijk te beperken. Over het algemeen kun je stellen dat hoe meer aandacht er richting germane load en intrinsic load gaat, hoe beter, mits het geen overload veroorzaakt. Extraneous load is eigenlijk nooit wenselijk en kun je beter zo klein mogelijk maken tijdens het leerproces. De cognitieve multimedia theorie van Richard Mayer geeft een aantal technieken die de cognitieve belasting verminderen. Dit zijn samenhang, signalering, redundancy, ruimtelijke contiguïteit en temporele contiguïteit. Wil je weten hoe deze technieken het best kunt inzetten in jouw klas? Bekijk de volgende video in de reeks. Klik op de link in het scherm voor de volgende video in de reeks over hersenen en leren. Ik plaats elke week een video als deze. Als je geïnteresseerd bent in het bekijken van meer video's zoals deze, abonneer je dan via de website op de nieuwsbrief of word lid van de community voor leraren.